Hey, hallo allemaal. Ik ben Stip, Stip de Draak. En ik vertel jullie nu het verhaal over het pretpark. Luke, Lia en ik keken er al weken naar uit. En vandaag was het dan zover. We gingen naar het pretpark. Luke en ik stonden al bij de deur van ons huisje te wachten op Lia. Ben je al klaar? Vroeg Luke ongeduldig. Even kijken of ik alles heb, zei Lia. En ze maakt haar tas open. Kaartjes, drinken, chocoladekoekjes en mijn boekje met de planning. Ja, ik heb alles. We kunnen gaan, riep Lia vrolijk. Planning? Wat moet je nou weer met een planning als je naar een pretpark gaat? Vroeg ik aan Lia. We liepen door de deur van ons huisje het bos in. Het pretpark is heel groot en ik wil zoveel mogelijk doen. Daarom heb ik een tijdsplanning gemaakt, zodat we niks missen, zei Lia. Het moet een onvergetelijke dag worden. Zolang ik vandaag maar pannenkoeken mag eten, zei Luke, daar kijk ik het meest naar uit. Dat staat toch wel op je planning, hè? Lia pakte haar boekje erbij. Ja, dat gaan we als allerlaatste doen, zegt ze vrolijk. En ze stopt het boekje weer terug in haar tas. In de verte hoorden we de vrolijke muziek en tussen de bomen door zagen we de ingang van het pretpark. We lieten onze kaartjes zien en gingen naar binnen. Het was fantastisch. Er stonden wel 50 attracties en we wilden overal in. We volgden netjes de planning van Lia. De draaimolen, het reuzenrad, het spookhuis en uiteindelijk de achtbaan. Gaan we nu eindelijk pannenkoeken eten? Vroeg Luke voor de 100ste keer aan Lia. Ik heb zo'n honger. Bijna, Luke, zei Lia. We moeten nog één attractie doen en dat is de achtbaan. Ik ben alleen wel een beetje bang voor de achtbaan. Kijk eens hoe hoog dat die is. Ik ben nergens bang voor, zei Luke stoer. Kom, want hoe eerder we eruit zijn, hoe eerder we pannenkoeken kunnen gaan eten. We stapten in het karretje en gingen langzaam omhoog. Hoe hoger we kwamen, hoe bleker Luke werd. Ik zag dit en zei, je bent toch niet bang, Luke? Nee, zei Luke met een klein stemmetje. Eindelijk waren we boven. De achtbaan maakte een bocht en ging supersnel weer naar beneden. We gingen door loopings heen en maakten supersnelle bochten. Omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Toen kwam het karretje weer terug in het station en mochten we uitstappen. Dit was superleuk, zei Lia vrolijk. Ik was ook helemaal niet bang. En nu we alle attracties gedaan hebben, is het eindelijk tijd om pannenkoeken te gaan eten. Ga je mee, Luke? Luke? We draaiden ons om en zagen Luke tegen het hekje hangen. Hij zag helemaal groen. Eigenlijk heb ik niet zo'n zin meer in pannenkoeken, zei Luke. Hij was erg misselijk geworden door de achtbaan. Lia en ik begonnen heel hard te lachen. Het is wel gelukt, Lia, zei ik. Het is inderdaad een onvergetelijke dag geworden. We keken tegelijk naar Luke en toen weer naar elkaar. En begonnen opnieuw heel hard te lachen.